Goede communicatie is een van de grootste tekortkomingen van de Nationale Assemblée. Voorzitter Marinus B. zei vandaag bij de start van de academische week voor leden en deskundigen van het parlement dat er vaak respectloos wordt gecommuniceerd. B. heeft graag dat zowel de parlementariërs als het ondersteunend personeel elkaar met respect behandelen. In de transitiefase waarin de Nationale Assemblée nu zit, kan respectvolle communicatie niet ontbreken. B. is zich ervan bewust dat het college pas succes zal boeken als elke betrokkenen groeit. Daarom krijgt iedereen de mogelijkheid om zich te bewijzen. We zijn politieke vertegenwoordigers, maar vanaf dag 1 heb ik gezegd, ik werk met een ieder. En we hebben nog niemand van een positie weggehaald, omdat u de ruimte moet krijgen om zich te bewijzen. 14 juli aanstaande ben ik dan 2 jaar voorzitter van Belwerk. Een grote evaluatie. Omdat we merken dat heel veel mensen hun best doen, maar anderen die nog niet serieus het werk doen. En we gaan niemand thuis zetten. Gaat nooit gebeuren. Maar we gaan wel gesprekken voeren. Voelt u zich comfortabel? Ik zie mensen 14 jaar al op positie. Ik zeg het niet voor je. Ja, we gaan persoonlijke gesprekken hebben. Omdat we willen dat u de ruimte krijgt om te groeien. Het onderwerp voor de eerste dag van de academische week was de rol van het ondersteunende college binnen het hoogste orgaan van de staat. De ondervoorzitter van DNA, Deu Charman, zegt dat de gemeenschap vaak genoeg denkt dat de Nationale Assemblée slechts bestaat uit de 51 volksvertegenwoordigers. Velen weten echter niet dat er een team van meer dan 100 mensen is om ondersteuning te bieden aan de volksvertegenwoordigers. En heel vaak is het zo dat uw bijdrage, uw keiharde bijdrage, ondersneeuwd raakt. Als we praten over DNA, ja, de Nationale Assemblée. Maar het heet ook het huis van het volk. En gelooft u mij, niet alleen parlementariërs staan in contact met het volk. Ook u krijgt ideeën en suggesties en klachten vanuit de samenleving. Omdat u verteld wordt, u bent dicht bij de mensen. Begrijpt u wel? De DNA heet ook wel, is het gezicht van de democratie. Een van de pijlers van de democratie. En ook daar wordt uw bijdrage ondersneeuwd. Maar weet u waar het een beetje zichtbaar wordt? Wanneer het heet het hoogste college van staat. En dan is de productie, de performance die naar buiten treedt, daar een grote bijdrage van u geweest. Vanaf de dames in de kantine, tot de hoogste wetenschappers die we in de Nationale Assemblée hebben, allen leveren bijdrage dat uiteindelijk een bepaalde output ontstaat. En dan ga je zeggen, je bent deel van een systeem. En de uiteindelijke output, daar is ook uw bijdrage. In de academische week zal er iedere dag een ander onderwerp behandeld worden. De academische week van de Nationale Assemblée, welke gehouden wordt in de ballroom van Royal Turarica, wordt vrijdag 11 maart afgesloten.